Kevin Doets. Ja, beter kan je 2024 niet beginnen, denk ik. Dat klopt. Dat klopt helemaal. Hoe beter ingegaan? Want het eind van 2023, ja, je bouwde net aan je toolkit. Dat was allemaal een beetje gammel op het eind. Het lukt wel. Je verslaat net Michael Smith eigenlijk niet, want je was heel goed bezig. En dan knal je hem er eigenlijk zo in. Ja, weet je, na de WK heb ik echt heel veel vertrouwen gekregen. En uh, ik, uh, ik had er heel veel zin in. Toen ik, uh, ik kreeg drie, drie weken geleden te horen dat ik hier mocht spelen. En toen had ik er heel veel zin in. En uh, de loting maakte me op zich niet uit in het begin. Maar iedereen weet ook dat Peter Wright niet in zijn beste vorm is. En veel mensen weten ook dat, dat ik dat wel ben. Dus ik schat dan mijn kans ook goed in. Ja, die schat je zeker goed in. Ja, en je pakt hem dik. Ga je dan met vertrouwen ja, morgen, maar eigenlijk ook de rest van het seizoen dan in? Want ja, eigenlijk weten we dat het eigenlijk heel goed zit. Jazeker. Ik, uh, ik ga met zelfvertrouwen naar morgen. Uh, Goal in Price of Dimit Dimitri van der Berg. Dat maakt me op zich niet vrij weinig uit. Ik ken Dimitri wat beter dan Gavin. En, uh, maar uh, elke wedstrijd is anders en ik speelde voor mezelf en uh, we hebben geen vrienden op het podium. Goed, je hebt nou twee jaar je Hoe moeilijk was het om uh, vanuit corona, online toernooi? Nou, je hebt er twee gewonnen, dus dat, dat ging vrij goed. En dan kom je in één keer weer in ja, het echte dartwereldje. Hoe moeilijk was het om jou om een, die eerste paar jaren door te komen? Want dat is met de hakken over de sloot dan gelukt. Maar je bewijst qua niveau podium zeker dat je het aan kan. Het viel op zich al mee hoe moeilijk het was. Ik moet gewoon, dat heb ik uh, uh, sinds. Vorig jaar, oktober, november, heb ik het gemerkt dat ik gewoon meer moet trainen. Het was ook moeilijk in het begin, want ik heb nu een kindje, een zoontje, die één jaar is, iets minder dan een jaar. En als je zo'n klein jongetje hebt, dan is het gewoon moeilijk om tijd te maken om te trainen. Zeker als je ook werkt en professioneel dart. Dan heb je gewoon vrij weinig tijd om te trainen. Nu heb ik wat meer tijd om te trainen, want hij is wat groter. Hij slaapt wat beter. En uh, alles gaat gewoon beter op dit moment. Alles gaat beter. Volgende uitdaging, de Eurotour Qualifiers. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, daar gaan, gaan we niet over praten, denk ik. <laughs> nee, ja, dat vind ik een slechte beslissing van de PDC. Uh, wat meerdere mensen, denk ik ook. Denk, ja, weet je wat het is? Het is gewoon. Vorig jaar, nou, bijna elk jaar waren er 24 plaatsen, nu zijn er nog maar 10. Ik vond het al moeilijk genoeg om het vorig jaar te plaatsen. Nu wordt het nog maar moeilijker. En, uh, ja, het is gewoon. Het is beter voor de top 32 in de wereld dan de andere 96 die een tourcard hebben, die professioneel zijn. En ja, dat, dat is de PDC zijn keuze, of haar keuze, of hoe je dat ook zegt. Maar ik, uh, ik vind het jammer. Maar met dit niveau moet het toch niet heel moeilijk zijn bij die tien spelen? Nee, dat klopt. Met dit niveau dan, dan, uh, heb ik er vertrouwen in. <laughs> Goed, succes morgen. Dank je.